en mijn vuur is niet betaalbedragen. Dat is toch een essentie? Dat is dus, volgens mij zijn twee verschillende vraagstukken over, maar dat is dus ook gedaan. Dus je moet alle bewoners van een verpleeghuis en dat door een mondkapje opzetten. Dat lijkt me ook niet echt een vorm van kwaliteit van leven. Maar dit is dus juist de dat er meer beschermd. Zorgwerkzaamheid dat buiten oplopen. Dan is het toch aannemelijk dat niet de mensen in het verpleeghuis dat binnenbrengen, maar de mensen die zorg leveren. En dan wordt al een beetje gevraagd, als je die mensen uitrust met persoonlijke bescherming, dan brengen ze die over. Dat is misschien wel gedaan. Er is toch nagegaan voor welke zorghandeling heb je welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. En vervolgens is dat de basis voor de nieuwe sleutel zoals die is gemaakt. En dat is precies de manier waarop persoonlijke beschermingsmiddelen worden verdeeld. Voorzitter, ook even door op de discussie die de heer Van der Staaij net zei. Ik vond het eigenlijk een heel interessant debatje tussen de minister en de heer Van der Staaij. Vrij essentieel ook. Wij hadden bij de IC-capaciteit een heel duidelijke houvast. Het aantal bedden en het maximum dat je niet moet bereiken om dat zwarte scenario te komen. Maar dat is inderdaad voor verpleeghuizen, maar ook voor de gehandicaptenzorg en voor de thuiszorg veel moeilijker om te zeggen op welk moment hebben we dan voldoende bereikt. Ik wil even dubbelchecken of de minister goed dat begrepen. Zit eigenlijk zolang we op het punt komen dat we geen nieuwe locaties krijgen met besmettingshaarden en op die plekken waar besmettingen zijn het aantal besmettingen beperkt blijft, dan hebben we de situatie bij de verpleeghuis eigenlijk beter onder controle. Maar klopt het dan ook dat daarbij de randvoorwaarde echt is dat inderdaad iedereen daar over de juiste beschermingsmiddelen kan beschikken en ook iedereen waar het denkt van is getest kan worden. Dat het niet alleen voor verpleeghuizen geldt, maar ook voor de gehandicaptenzorg en voor de thuiszorg. Zeker, op het laatste, dat kan dan. Het eerste wil ik de relatie ook weer niet te lineair leggen. Wanneer zijn we tevreden over verpleeghuiszorg? Als het daar het lukt om het aantal nieuwe locaties niet te doen toenemen en het aantal besmettingen op die locaties niet verder te doen toenemen, maar juist te laten dalen. Dat is wat je wilt. En dat is ook de doelstelling van beleid. Want het doel van ons beleid was tweeërlei. Zorg dat de capaciteit het aankan en zorg dat we onze kwetsbare mensen voldoende weten te beschermen. Dat is het doel de hele tijd geweest van de strategie. Daar zijn we volgens nog niet in geslaagd, daar waar het gaat over verpleeghuiszorg. Je ziet wel dat de getroffen maatregelen effect hebben. En dus moeten we dat heel scherp in de gaten houden. En dat doen we ook. Gewoon dagelijks. Het gaat over persoonlijke beschermingsmiddelen. Heeft het gelijk natuurlijk. Die persoonlijke beschermingsmiddelen, in al die situaties, zijn de situaties waarin je mensen wil beschermen, gewoon aan de orde zijn van de verpleeghuiszorg. Maar zeker ook in de gehandicaptenzorg. Geldt überhaupt in de langdurige zorg, overal waar COVID patiënten zijn en waar je zorghandelingen doet, waarbij je beschermd moet worden, daar vindt dan plaats. Dan ga ik, voorzitter, naar ook persoonlijke beschermingsmiddelen en dan neem ik gelijk de vraag ook in de richting van de heer Klaver in. Want natuurlijk, het is belangrijk dat alle zorgverleners de juiste bescherming krijgen om hun werk goed te doen. Dat is nodig. En er is helaas nog steeds gewoon sprake van een wereldwijde schaarste. Dat leek een beetje te begrijpen in de woorden van de heer Klaver van ja, is het wel echt zo dat die schaarste aanwezig is of is er ook zeg maar waar zijn de kansen en mogelijkheden geweest om te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die we onvoldoende hebben benut. Als je gewoon ook daar weer eventjes de vuur terugdraait hoe we hebben geopereerd, dan is het ongeveer eind maart geweest dat het landelijk consortium van start is. Daarvoor al hebben de ziekenhuizen gezegd we moeten de handen in dienst staan, we moeten als inkomens de handen in dienst staan, want het lukt onvoldoende om in ons eentje op die wereld en markt overkomen waar we zien dat iedereen op dit moment een enorme brush doet op al de spullen die we nodig hebben. En vanaf 1 maart is dat een landelijk inkoopcentrum geworden waarbij zowel de inkomers van de zorginstellingen als ook de inkomers van de leveranciers bij elkaar zijn gaan zitten. En dat is ongebruikelijk samenwerking. In een normale situatie is het zo dat natuurlijk zorginstellingen zelf inkomen. Maar hier is het zo dat zowel de inkopers van de zorginstelling als ook de inkopers van de leveranciers samen in één samenwerking in dat landelijk inkoopcentrum hebben geopereerd. Die hebben daarbij alle leads, alle tips, alle ideeën die er waren, die wij natuurlijk allemaal in de mailbox krijgen, via LinkedIn krijgen, via social media, op alle mogelijke manieren binnenkrijgen. Alle leads proberen uit te lopen die er waren. Dat waren er soms honderden per dag. Waarbij het gros, en dat verschilt een beetje in de periode in de afgelopen week, het gros eigenlijk ook niks uit. Dat moeten we er gewoon bij zijn. Het gros gaat eigenlijk ook niks uit. Wetend dat per se op het
Zijn we er al? Nee, we zijn er echt nog niet. Hebben we al voldoende zicht? Nee, we hebben nog niet voldoende zicht.